ontstaan eigenlijk thuis, gewoon met een huisje op de kast. Mijn eerste huisje was het Danspaleis. En ja, dat was leuk. Maak ik een tafereeltje bij, was ook leuk. Uiteindelijk is het een dorp geworden. Op de kast, de hele kast, de halve kamer. En het groeide eigenlijk het huis uit, letterlijk. Toen kreeg ik een aantal huisdieren die het ook wel erg leuk vonden. Dus uiteindelijk hebben we het hier gemaakt, omdat het thuis gewoon te groot werd. En hier heb ik alle ruimte en alle mogelijkheden om een leuk dorp te bouwen. Nou, dan zijn we dus hier verder gegaan. En ieder jaar komt er eigenlijk een stukje bij. Je koopt een huisje bij, je koopt een kabelbaantje erbij. En het groeit, het groeit. Met het bouwen heb je ook steeds meer ervaring, waardoor je ook steeds meer durft te maken. De eerste opstellingen was een tafel met een vlak dorpje. Daarna werd er een bergje ingezet en nog een bergje. In eerste instantie gekocht, alles gekocht. Maar van lieverlee begon ik steeds meer zelf te maken. En het eindresultaat is dus zelfgemaakte bergen, een zelfgemaakt dorp. Boompjes die zelf gemaakt worden. De eerste keer is een jaar of 6, 7 geleden, denk ik. Vorig jaar is het niet gedaan in verband met de corona, toen kon het niet. Maar ik doe het wel een jaar of 6, 7 ieder jaar hier met steeds uitgebreider. Dit is de openbare ruimte van de politie, dus mensen kunnen hier gewoon binnen. Als ze voor politiedingen komen, kunnen ze hier even kijken. Maar er komen ook mensen speciaal voor het kerstdorp. En het breidt zich steeds uit, het wordt steeds bekender. Ik word al gevraagd, en zeker mijn man wordt al van tevoren gevraagd, in september al, van doet ze het nog? En wanneer begint ze dan? Dus mensen komen echt speciaal voor het kerstdorp hier naartoe.